Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, 40 jaar diplomatieke betrekking Suriname-Cuba. Vice-president Adien gaat in op actuele zaken, nieuw gekozen SDG-jeugdambassadeurs doen donatie aan Huize Asiana, grondenrechten in inheemse en tribale volken hebben aandacht overheid en stimulatieprogramma voor doven en slechthorende kinderen. In de Nationale Assemblée is de vicepresident Michael Ashwin Adien bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling ingegaan op enkele actuele zaken. De vicepresident ging in op uitspraken die gedaan zijn in een televisieprogramma door de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, met betrekking tot het aantal personen dat de VP genoemd zou hebben dat maandelijks een inkomen krijgt van de overheid. De vicepresident noemde eerder een aantal personen van 83.152, maar het aantal omvat niet uitsluitend ambtenaren. U hoort VP Adien hierover. Geachte voorzitter, leden van het college van de Nationale Assemblée. Ter weerspreking van deze opzettelijk, zou je kunnen zeggen, want het is meerdere malen gebeurd, informatie die ik nogmaals een specificatie van zal geven, en dat zijn officiële cijfers van CBUMA over de maand maart 2019. Als pijldatum nemende, met betrekking tot het aantal personen die in een maand een inkomen hebben ontvangen van de overheid. Zoals door mij aangegeven, in uw geacht college betreft dit aantal niet uitsluitend ambtenaren. Maar omvat zij 44.338 landsdienaren, waarvan 38.338 ambtenaren in vaste dienst. Ik zie zelfs dat voor een lachertje andere mensen zouden zeggen extra 38.000 of 34.000 ambtenaren in een bepaald medium. Het zijn slechts 38.338 ambtenaren. Hiernaast heeft de overheid ook nog de zorg en verantwoordelijkheid voor circa 28.677 overheidsgepensioneerden en onderstandsgenietenden gezamenlijk. Naast de circa 3.747 personen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen en het resterend aantal betreft dienstverleners aan de overheid op parttime basis in die maand. In totaal dienen wij zeker niet te vergeten de leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Dus totaal 83.152 personen, waarvan, zou je kunnen zeggen, 38.000 zoveel ambtenaren. Overigens is het goed om op te merken dat het aantal ambtenaren als percentage, let u wel, dat het aantal ambtenaren als percentage van de totale werkgelegenheid, dus je zou zeggen relatief aandeel, is afgenomen. Aangezien de totale werkgelegenheid sneller is toegenomen dan het aantal ambtenaren. Dat was ook een situatie bij censusstelling 2004, waar we eindelijk de cijfers kregen van werkgelegenheid en dat soort van zaken. Dus houdt u dat vast. Voorzitter, u ziet hoe belangrijk het is om wederom op bepaalde gevestigde maatschappelijke organisaties en instellingen zoals de VES een beroep te doen. Om eerst de juiste bronnen, CQ, de aangewezen officiële autoriteiten te raadplegen, alvorens over te gaan tot het herhaaldelijk verspreiden van incorrecte informatie in de ether. Ik probeer zoveel mogelijk het gevoel van mij af te zetten dat men politiek probeert te scoren
omdat het niet in lijn zou zijn met de doelstelling van een dergelijke organisatie. De inheemse en tribale volken van Suriname hebben reeds geruime tijd kenbaar gemaakt dat hun grondenrechten geregeld moeten worden in de nationale wetgeving. De regering van Suriname onderkent de belangrijkheid van de grondenrechten kwestie. Met de installatie van het managementteam, het secretariaat en de drie technische commissies op vrijdag 30 november 2018 door de minister van regionale ontwikkeling, Edgar Dikan, is er een aanvang gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering. Vanaf 2016 eigenlijk heeft de president gemeend om een presidentiële commissie in het leven te roepen voor de inheemse. En dat was 1 december 2016 en 1 maart 2017 ook een presidentiële commissie voor de tribale. En die twee commissies hebben dialoogsessie gehad met de tribale en de inheemse. En zo zijn we gekomen om twee gezamenlijke verklaringen te maken. En een twee stappenplan. En die stappenplan hebben we bij elkaar gebracht. Toen hebben we dan één gezamenlijke verklaring voor de inheemse en de tribale en een stappenplan. En die documenten hebben we aangeboden aan de president. Dat was 7 augustus 2017. En toen heeft de president dat, die documenten gegeven aan de Raad van Minister. En 22 januari 2018 hebben wij van die twee commissies een presentatie gehouden voor de Raad van Minister. En de stappenplan, gezamenlijke verklaring. En toen is die twee documenten met begroting goedgekeurd door de Raad van Minister. En op basis daarvan heeft de president op 29 juni 2018 te Redidoti een opdracht, een brief overhandigd aan de minister van regionale ontwikkeling, ja. Met opdracht om over te gaan tot uitvoering van de stappenplan. En op basis daarvan heeft de minister van regionale ontwikkeling dan op zijn beurt op 30 november 2018 een managementteam zoals dat is de structuur is opgenomen in het stappenplan, een managementteam en een secretariaat ingesteld en die drie technische commissies. Het gaat om een commissie wetgeving, commissie demarcatie en commissie bewustwording. En in die drie commissies zijn alle belanghebbenden, dus de inheemse, de tribale, je hebt deskundigen van verschillende ministeries erin, justitie en politie, je hebt notarisvereniging, landmetervereniging, je hebt ROGB, noem maar op. Dus alle deskundigheid zijn verenigd in die commissie. Ja. En die drie technische commissie onder begeleiding van het managementteam zal dan werken om per september dit jaar met wetgevingsvoorstellen te komen. In het kader van 40 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba is er momenteel een team van Canal Caribe in Suriname. Er wordt een documentaire in elkaar gezet om de relatie Suriname-Cuba te accentueren en de communicatie te verbeteren. Jose Richards Richards. The first time I've been here in Suriname with a team, Ricardo Bejerano, he's a cameraman, and Maria Victoria Fernandez, an assistant. I'm a Cuban. I work at the National
information system in Cuba called ICRT. I work for the Caribbean Channel. It's a new channel built on the idea to expand communication, television communication between Cuba and the Caribbean countries, especially with Suriname, that's really unknown in Cuba. Ik ben heel blij om op dit moment hier te kunnen bijdragen aan het bezoek van eigenlijk twee delegaties of twee groepen die naar Suriname zijn gekomen. Eén is de groep van Kanaal Caribe, dat is eigenlijk het vergelijkbare tv-station voor de Latin-Amerikaanse gemeenschap in de Caribbean, want Cuba is ook een Caribisch land eigenlijk. En Kanaal Caribe is eigenlijk te vergelijken met een soort CNN van Latin-Amerika. Ze hebben onder andere contacten met Jamaica, Trinidad en Suriname is ook een hele belangrijke partner. Wij van Fly Always, wij zijn eigenlijk de carrier die zorgen voor de brug tussen Cuba en Suriname. En dat doen we met rechtstreekse vluchten. Wij vliegen op dit moment naar Havana twee keer per week en naar helemaal het andere uiteinde van Cuba, dat is Santiago de Cuba. Well, the purpose is, I believe it's the 31st of May, will be the 40th anniversary of the diplomatic relations between Cuba and Suriname. So we are here to try to get some news from you folks and to see how their relations have been working these 40 years and to help to strengthen communication between the two countries. Especially Suriname has been a country that has always maintained a strong solidarity with Cuba, especially in international affairs, especially with this problem with the blockade, 60 years of blockade. Suriname en Cuba onderhouden goede vriendschappelijke relaties. En van de maand, mei dus, gaan wij 40 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken. In dat verband gaan we een aantal evenementen organiseren samen met de ambassade van Cuba in Suriname en de regering van Suriname hier, als ook onze ambassade in Havana. De eerste activiteit is dat we dan Kanaal Caribe hier hebben om ons land te featuren in Cuba. Het is heel belangrijk dat we Suriname kunnen featuren op internationaal niveau, ook binnen de regio. Als we kijken naar de belangen die we hebben binnen de regio, waaronder Cuba, dan kunnen we zeggen dat Suriname niet zo bekend is bij de Cubanen. Het is daarom belangrijk dat wij zulke kansen dan ondernemen om het land beter te promoten in de regio en op de wereld. Dat nu Kanaal Caribe een country feature, een special gaat maken over Suriname, is heel erg fijn. Want we hebben daar een kijkerspubliek van 5 miljoen mensen op een bevolking van 11,5 miljoen plus die andere landen ook nog. Dus er zal vanuit deze missie zal er gewoon een grotere, de band zal versterkt worden. Maar dus ook de zakenmensen en de mensen die producten ontwikkelen en kunnen denken aan een stukje export naar Cuba, want er is een grote markt voor. En I have known by the ambassador of Suriname and in Cuba, Edgar Armaqueto, that our relation is thriving. So it has to strive in all directions, economically, culturally, and communicationally too. We have to have communication between us to know each other, because the same roots you come from, it's our roots also. Africans, Indian, Chinese, even Russian, there are Russian in Cuba who fought in a war too. So my stay in Suriname is just to find out what's happening, the people to know each other, our political relation, our cultural relation, our social relations. Goed nieuws voor doven en slechthorende kinderen. De Kennedy School start namelijk met een vroege stimulatieproject. Wat houdt dit in? Wat zijn de voordelen?
We hebben dan in dit kader een vraaggesprek gehad met de directeur van de Kennedy School, mevrouw Wartes. Mevrouw Wartes, de Kennedy Stichting is bezig een project uit te werken. Kunt u ons meer daarover vertellen? Dat klopt. De Kennedy School Stichting, waaronder wij vallen, is bezig met een vroege stimulatieproject. En dit project is geïnitieerd door het UTSN. Dat is het uitvoeringsorgaan Twinning Suriname-Nederland. We hebben de goedkeuring hiervoor gehad en het doel van dit project is dat wij leerlingen, vooral de doven en slechthorenden, zo vroeg mogelijk naar binnen willen halen, zodat zij tijdig starten aan hun ontwikkeling binnen de school. Vanaf welke leeftijd mikt u eigenlijk? Wij mikken al vanaf de leeftijd van 4 jaar. De vroege stimulatie willen we dan zelfs naar jonger brengen. Want hoe eerder je begint met deze kinderen, hoe beter dat tot zijn uitwerking zal hebben later op hun ontwikkeling. Hoe was de situatie voorheen? De kinderen werden veel te laat aangemeld en ouders zijn er in principe niet van bewust dat deze kinderen ook scholing nodig hebben. Dus zoals ik het heb ervaren de afgelopen jaren, is het dat ouders dan op een gegeven ogenblik een dag opstaan en zeggen van hey, dit kind, straks ben ik dood, wat gaat er gebeuren? En dan worden die kinderen aangemeld. En dan zitten die kinderen al op een vrij hoge leeftijd, soms 9 jaar, soms 11. En 11 is nog net de grens waarop we inschrijven. En dan zie je dat die kinderen dan een hele grote achterstand hebben in hun motoriek, in hun vaardigheden die ze in de kleuterjaren zouden moeten opdoen. Wanneer is dit initiatief ontstaan om te beginnen met het vroege stimulatieproject? Het is in principe tot stand gekomen in het jaar 2015. Toen wij samen met een andere organisatie, Stichting Blakarosu en de COTA, een pilotproject waren opgestart met het Slanshospitaal, waarbij we alle baby's die geboren werden gingen testen op de neonatale screening. En natuurlijk, als je die baby's vindt, moet je ze ergens kunnen plaatsen. Dus het zou dan onethisch zijn om die kinderen dan te detecteren. En dan heb je geen school voor ze. Dus vandaar, toen is mijn inspiratie gaan ontstaan. En dan ben ik op zoek gegaan om dan deze vroege stimulatiegroep op te starten. Ouders die naar dit programma kijken, zullen zich natuurlijk afvragen. Maar dit lijkt me interessant. Wat moet ik doen? Waar moet ik zijn? En wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden? Sowieso mogen ze zich aanmelden op de Kennedy School. Ze moeten komen met hun familieboek, pasfoto's, uittreksel. En natuurlijk, wij gaan ze dan verder begeleiden naar de verschillende instanties waarbij wij samenwerken om deze kinderen in de school te krijgen. Sowieso het MOB, de KNO-arts. De eerste aanmelding, als je weet dat je kind, als je denkt dat je kind doof is, dan meld je die aan bij de KNO-arts. En de KNO-arts die weet sowieso al van oké, dit kind zou dan hier thuis horen of dit kind hoort ergens anders thuis. Dus dat is het traject. De pas gekozen jeugdambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen SGD, Germaine Pansa en Siverren Hammen hebben een donatie gedaan aan Huize Asiana. Het gaat om 3 dispensers en 10 gallonnen water voor unit 3 van het bejaardentehuis. We hebben het gedaan omdat we geluid hebben gehoord van eigenlijk 1 persoon, meerdere mensen eigenlijk, die ons gevraagd hebben als we zouden kunnen helpen met water en waterdispenser, omdat een afdeling van Huize Asiana, de bewoners, ze lijden behoorlijk aan uitdroging. Dus toen hebben we gedacht, het is 1 van de doelen van de Sustainable Development Goals, dat is doel nummer 6, Clean Water and Sanitation, waarbij we voor nu een tijdelijke oplossing hebben bedacht waarbij we deze mensen water en waterdispensers hebben gedoneerd. Om hoeveel dispensers gaat het en hoeveel water? Het gaat om 3 dispensers en 10 watergallonnen.
Natuurlijk, de aanvraag is gedaan. Was het specifiek water of mochten jullie zelf kiezen welke donatie jullie zouden doen? Ja, er was water, waterdispenser, stroop en een lijst van nog een paar dingen. Maar wat mij opviel was echt water, omdat elk mens heeft water nodig. Daar begint het. Dus toen dachten we van we starten eerst met water. Dit is de eerste stap. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor water en waterdispenser, omdat deze bewoners uit de kamer moeten en constant naar de keuken moeten om water in een kannetje te gaan vragen. En zijn al mensen, ze hebben niet altijd de kans om naar de keuken te gaan. Dus als er een waterdispenser in hun kamer zit, dan is het makkelijker voor hun. Het is makkelijker voor hun om een glaasje water te pakken. Namens het Nationaal Jeugdinstituut, het UNSDG Jeugdambassadeursprogramma, willen wij uw waterdispensers, 3 waterdispensers, willen we dat doneren aan het Huize Asiana en 10 gallon water. Omdat het valt ook onder de Sustainable Development Goals, doel nummer 6, schoon drinkwater voor eigenlijk ieder. Dus wij zijn voor de jongeren, maar ons slogan is Leave No One Behind, waarbij we de oudjes ook niet achter willen laten. Dus vandaar deze donatie. En bij deze zou ik zeggen, alsjeblieft, maakt u dat de oudjes ervan mogen genieten. En het is een stap. We zullen dan ook kijken wat de mogelijkheden zijn via onze kant om verder nog ondersteuning te zien voor Huize Asiana. Dus alstublieft. Dank u wel. Ik zou zeggen namens de bewoners van Huize Asiana, personeelsleden, ook namens de directie wil ik jullie heel hartelijk dank zeggen. U ziet zelf de bewoners van Asiana. Ze zullen er gretig gebruik van maken. We verwelkomen nog meer. Dus van mijn kant uit, hartelijk bedankt. Namens de oudjes, ik hartelijk bedanken. En ik vind het heel goed dat ze aan de oudjes denken. Dat ze toch een leuke moederdag kunnen hebben. En wat vindt u zelf ervan dat het nu makkelijker is dat er water dichtbij is? Dat u zelf kan nemen of dat iemand het makkelijker of sneller voor u kan nemen? Nou, eerlijk gezegd, ik persoonlijk had niet kunnen nemen. Dus ik moet daar om hulp vragen. Maar ik ben blij dat er water is. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.